Roderick, een half uur na de wedstrijd. Is de wedstrijd al een beetje geland bij jou? Maar net aan. In de kleedkamer was ik echt heel kapot. Eventjes wel mijn rust, even rustig zien als je erbij. Iedereen was wel gewoon kapot natuurlijk. Maar wat een wedstrijd. Ja, 4-4. Ik denk, je kon nog mee. Je kon nog die 5-4 maken. Ja. Ik denk achteraf met een puntje heel blij zijn. Ja. Is dat het gevoel wat overheerst? Ja, denk het wel. Ik denk als je 8 minuten voor tijd 4-2 achter staat, iedereen dacht van. Dan ga je gewoon alles of niets. We waren al 1 kwartier voor tijd of 20 minuten waren we al bezig met 3 verdedigers en alles naar voren op die lange mensen. Uiteindelijk viel die 4-3 goed. Ja, dan pak je op het laatste nog die 4-4. Ja, dan denk je, ja, het kan nog, weet je wel. Toen voelde je als team nog, nou, je hebt nog misschien 2-3 minuten. Je krijgt altijd nog 2-3 kansjes. Nou, ja, je zag het. Dan ga je er misschien nog voor door, maar ja. Ja, beschrijf dat eens, die laatste 10 minuten. Welk gevoel heb je dan als speler? Nou ja, ik had het gevoel van, het was echt Engels volgens mij. En ik denk ook van de zijkant af. Het was, als je de bal had naar voren pompen en duel spelen. En dan weer zo hard mogen naar voren. En kijken of je hier voorin duels kon pakken en iets kon afdwingen. Ja, en wat een verschil met vorige week. Ja, ja, wat een verschil, ja, inderdaad. Ja, ik denk alleen al aan strijd, aan, ja, eigenlijk aan alles. Ik denk dat we als team alles eraan gedaan hebben, zeker. Ja, uiteindelijk denk ik ook nog wel dat het een beloning is dat je 4-4 nog maakt. Ja, nu hoor ik een trainer zeggen, wanneer je thuis 4 keer scoort tegen Barendrecht, dat moet voldoende zijn. Ja, en dan is de bittere conclusie, de verdedigers hebben het dan niet goed gedaan. Ja, nou ja, goed, verdedigen doe je nooit met z'n vieren alleen. En ik denk vooral de eerste helft, als je die kansen ziet, ja, stond denk ik ook allemaal te ver uit elkaar. En dan begon al voorin en op middenveld kwam je niet aan duels. En dan kom je als achterhoede, als er 6 op je afkomen met 4 man, ga je achteruit lopen. Dat is inherent aan verdedigen. Zo wordt er altijd verdedigd. En of het dan aan verdediging ligt, denk ik het niet, nee. Nou, wat jouw inbreng betreft, je hebt vandaag weer een perfecte wedstrijd gespeeld. Ervaar je dat zelf ook? Ja, ik hoor het ook wel van teamgenoten. En moet zeggen, ja, de laatste weken gaat sowieso wel lekker. En deze wedstrijd, ja. Ja, ik kwam vooral in mijn wedstrijd als ik mijn duel speel. En lekker, ik ben toch een echte verdediger. En als ik dan mee kan af en toe en de ballen goed kan passen, ja, dan voel ik me lekkerder in een wedstrijd komen. En ja, dat zie je denk ik ook wel op het veld terug. Ja, de laatste minuten gaat Hessing mee naar voren. Betekent dat met name voor jou dat je meer achter moet blijven? Ja, we moesten met 3 man achterin blijven. Nicky, Troost en ik tegen 2 man of 3 man. Net even wie er door kwam van hun. Op een gegeven moment gingen hun ook voor mij met meer achterin spelen. Dus ja, dan moeten wij gewoon de ballen zo goed mogelijk verdedigen. En richting de lange mensen voorin spelen. Ja, dat was de bedoeling. Goed, jij hebt vandaag je derde competitiewedstrijd gespeeld. 3 keer achter elkaar in de basis. Nu deze plek vasthouden zou ik zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, dat is wel de bedoeling. En, voor mij eerste wedstrijd geblesseerd helaas. En de tweede, DVS was net fit, maar ja, toen speelde ik niet. Ja, daarna met 4 verdedigers. Ja, tot nu toe speel ik de basis. Dat wil ik graag blijven natuurlijk. Ja. Ja, je hebt de plek van Tillema ingenomen en laat dat net een van je vrienden zijn die je kent. Ja, zeker. Nou ja, goed. Ach, Till en ik hebben ook genoeg samen gespeeld. En als hij het echt wil, dan kunnen we ook gewoon met z'n tweeën in het team spelen. Maar het is voor de trainer om dat te bepalen. Oké, komende woensdag spelen tegen VVSB voor de KNVB-beker. Vorig jaar speelde tegen Sparta, jouw oude ploeg. Jij was hier vorig jaar, je speelde toen niet mee. Gaat het dit jaar lukken met Rijnburgse Boys in de beker? Nou, ik denk dat je ook aankomende woensdag gaan we er gewoon vol voor. Ik denk als je je bent niet kansloos en zeker niet thuis. Ik denk dat je gewoon moet winnen. En dan wie de derde ronde tegenkomt, zie je wel. En dan is het gewoon mooi meegepakt, zo'n beker natuurlijk. Altijd leuk, hoop op leuke tegenstanders. Tot slot, je bent volledig al op je plek bij Rijnburgse Boys? Ja. Ja, zeker. In begin even wennen. Vooral voorbereiden. Lang niet gespeeld natuurlijk. Ook na 4-5 maanden niet gespeeld. Dan hier komen en even wennen aan alles en de teamgenoten. Maar nu, ik voel me heel goed opgevangen en ik voel me lekker. En de mensen zijn vriendelijk. Dus ja, dan vind ik het ik speel, joh. Dus dan vind ik het ook goed, hè. Maar gaat Rijnburgse Boys eindigen dit jaar? Ja, wat dat betreft denk ik wel. Ik hoop sowieso bij de eerste 4. En je moet bij de eerste 7, maar ik wil zo hoog mogelijk. Ja, we hebben wel een goed teampie.